Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Niet veel bewolking boven Nederland, hoewel er in het noorden nevel- en mistvelden voorkomen. en er van het zuidwesten uit weer sluierwolken komen opzetten. Dat betekent een gemengd beeld. Vanochtend kan het grijs zijn in het noorden en zelfs mistig. maar die mist los langzaam op en daarna wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. Veel sluierwolken, dus de lucht zal zeker niet strak blauw zijn. maar de zon schijnt er wel af en toe nog doorheen. Het is erg zacht: het wordt 19 tot 22 graden. alleen op de Waddeilanden blijft de temperatuur aanmerkelijk achter. Vanavond weinig verandering, de temperatuur daalt langzaam naar een graad of 16 en in de nacht gaan we naar minima van een graad of 10. Dan morgen eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. We hebben te maken met veel bewolking, zoveel sluierwolken waar de zon af en toe doorheen schijnt. Er is in de middag een kleine kans op een lokale bui en het blijft heel zacht. 19 tot 21 graden wordt het met opnieuw op de wadden achterblijvende temperaturen. Vanaf vrijdag gaat het weer om. We krijgen te maken met meer buien, af en toe ook nog wel zon tussendoor en de temperatuur gaat duidelijk omlaag. In het weekend doen we het met 14 tot 17 graden en de wind is dan veranderd van een oostenwind naar een zuidwestenwind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.